Justin Bieber heeft dreadlocks en dat zorgt op Instagram voor heel veel discussie. Want volgens sommigen is dat niet oké, okay, het is een vorm van cultural appropriation. Ook Adele en Rihanna kwamen zo al onder vuur te liggen. Maar wat is dat nu juist? Culturele appropriatie. Noël, cultural appropriation, wat houdt het nu juist in? Culturele appropriatie, of toe-eigening in het Nederlands, is een fenomeen dat zich voordoet als er contact is tussen verschillende culturen. En wat zijn culturen? Culturen zijn groepen van mensen. Dat kunnen veel mensen zijn, weinig mensen zijn, maar het zijn groepen van mensen die zich onderscheiden van andere groepen door een geheel van kenmerken. Dat kan dus zijn een bepaalde taal die ze spreken, een bepaalde kledij, een bepaalde haardoor, maar ook een bepaalde manier van denken over, over de zaken. En dus culturele appropriatie doet zich voor als er dus twee of meerdere groepen met elkaar contact hebben en. Elementen van de andere cultuur overnemen. Jammer genoeg zijn de meeste voorbeelden die we kennen misschien de negatieve. En dat heeft te maken met het feit uh, dat wanneer groepen elkaar ontmoeten, dat die groepen niet altijd gelijkwaardig zijn. Dat de ene groep dominant is of zich belangrijker voelt dan de andere groep. En elementen van een gedomineerde groep of een groep die zich gedomineerd voelt, overneemt. Uh, zonder da daarom noodzakelijk de toestemming te vragen, zonder dat er een wederkerigheid is, een uitwisseling langs beide kanten. En zonder misschien ook dat de groep waar waarvan elementen ontleend worden, daarvoor een vergoeding of een compensatie krijgt. Is er ook een vorm van positieve appropriatie? We kunnen eigenlijk onderscheid maken tussen vier verschillende vormen: culturele uitbuiting. We hebben ook culturele dominantie. En het beste voorbeeld daarvan is uh, tijdens de koloniale tijd, de koloniale machten die allerlei regels oplegden aan de mensen die ze koloniseren. Bijvoorbeeld, je moet een bepaalde taal gaan spreken, onze taal. Je moet uh, bepaalde kleren gaan, de, gaan dragen, uh, onze kleren. Dus uh, een opgelegde appropriatie. Uh -huh. Er zijn natuurlijk ook positieve vormen. In de ideale wereld hebben we eigenlijk culturele uitwisseling, waar eigenlijk uh, tussen culturen allerlei elementen worden uitgewisseld op een wederkerige basis. En dat is iets wat we eigenlijk constant doen. Als, als je kijkt naar... Wat mensen eten, wat mensen drinken, uh, wat mensen lezen, dan zie je dat er heel veel uitwisseling is. En dan zijn we nu ook stilletjes aan aan het uh, evolueren naar culturele of transculturatie, waar eigenlijk zoveel elementen tussen verschillende culturen worden uitgewisseld dat het niet meer duidelijk is wat de oorsprong is van elk afzonderlijk element. Dus eigenlijk bij elk voorbeeld moeten we teruggaan in de geschiedenis om te kijken vanuit welke cultuur iets komt. Dat is toch eigenlijk onbegonnen werk? Dat zou een hele uitdaging zijn en dat is ook niet echt doenbaar. Maar laten we zeggen dat we misschien de voorbeelden die op ons afkomen in de sociale media, dat we die kunnen gebruiken als een wake-up call, om ons ervan bewust te worden dat er effectief wel problemen zijn tussen groepen mensen, dat de ene zich miskend voelt door, door de andere groep. En dat uh, de term wordt misschien niet altijd even correct gebruikt. En dat we ons ook niet te veel moeten focussen op de term, en het feit dat die uh, de verschillen beklemt tussen groepen, maar dat we ook kunnen uh, ons richten op het feit dat er heel veel zaken zijn die we, die we delen met andere mensen en die ons binden.